Evert, ik zag je plots uh, op PlaySports met een Match Worn Seedorf shirt. Ja, ongelooflijk hè. Ik heb het hier ook bij. Hè? Voor mensen die dat nog altijd niet geloven, dat ik dat wel degelijk in mijn handen heb. Dit is uh, Clarence Seedorf van de WK-wedstrijd België tegen Nederland uh, in 1998. Met de rode kaart van Kluivert. Maar dat moet toch een van de zotste shirts zijn die ik al op het vast gaat. Ja, ik voelde dat ook wel magisch. Ik heb het zelfs eens aangedaan wat eigenlijk echt schandalig dat is. Dat mocht je we wel echt niet maar doen. Maar ik wou het gewoon eens voelen, hoe, hoe het is om Clarence te zijn. Ik heb het uh, geruild met Mike Verstraaten, die toen op het veld stond en in bloed onder de nagels heeft gepest van Kluivert. En de bedoeling is dat we dat gaan veilen voor het goede doel. Okay. Dus als je geïnteresseerd bent. Ja, vanaf wanneer en waar kan ik beginnen? Over, uh, als we alle vier de shirts hebben verzameld, want we doen het vier keer met vier verschillende ex-voetballers, dan uh, komen ze online en dan uh, hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dus ja ik dus ik ga eens... Het gaat maar te eens op mijn een bankrekening mij. nee te veel niet maar Allee, ja. je hebt toch geld ja maar ja oké okay. <laughs> hoeveel zou dat waard zijn ik, ik hoop echt wel dat dat zeker drie nullen haalt hè? dat is een minimum 1000 euro is een minimum ja oh, ik haak al af Allee, jongen dat is ik een dacht, spotprijsje vier vijfhonderd oh, is toch ook al veel maar en dan verdubbelde jij gewoon voor het goede doel <laughs> Oké, wie zijn het dan nog langs gegaan of is, is nog niet alles opgenomen? Ja, maar ik dat verklappen? Ik ben bij Philippe de Wilde geweest, die een geniale collectie had. En die dus begint met te zeggen: Ik heb eigenlijk niet zoveel. Dat is altijd. <laughs> dat is altijd ik, de goede. Ik ben ook bij Jelle Vossen geweest en die heeft echt een crazy collectie. Dat, dat, dat wordt echt zot. Vossen, de zotste collectie? Van de huidige voetballers zeker, ja. En die heeft er meer dan 300 en alle topspelers in Europa. Echt okay. allemaal. Maar we mogen nog niet weten waar je mee gaat. hebt. Eigenlijk. Nee, dat breng ik volgende week mee. Oké, okay, cool. Hoe zit het trouwens met uw Manchester City-analyse? Ja, ik kijk ook Champions League. He. Het is toch vrij gemakkelijk. Heeft ja, een oké, bal aan, maar Maak hem dan. Heeft een bal aan John Stones. Die verdeelt het spel en we uh, winnen. <laughs> zo simpel is. Dus ik heb Janik Ferreira al gebeld. Ja, Janik, die kunnen we in twee minuten oplossen. Hij heeft mij gelijk gegeven. Zo'n zeesraag. Goed, ik moet onze gast van vandaag nog voorstellen. Johan Boskamp omschreef hem als een absoluut toptalent. Hij won alles wat er te winnen valt in België. En hij is een van de weinige spelers die een voetbalmanager ooit finishing 20 had. Welkom, Siebe Schrijvers. Steven, hoe is het met u? Heel goed. Ja? Um, heel dus goed? Weer. Dat zegt nooit iemand eigenlijk. Uh, jawel, het gaat heel goed met mij. Ik heb een, uh, ja, om daar direct over te beginnen, een moeilijk jaar achter de rug. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik terug aan het, uh, aan het voetballen ben. En ik heb heel veel plezier. En, en ook met de laatste zes op zes en, en acht doelpunten in, in die twee wedstrijden. Dus uh, gaat het goed met ons, ja. Hm. Jullie spelen zondag nog thuis tegen Standaard. En wat mij opviel, en daar gaat het eigenlijk totaal niet over, in principe kunnen jullie ook nog Play of 2 halen. Het kan nog. Het kan nog. Oké, okay, het het uh, als we realistisch bekijken, dan, dan is de kans natuurlijk heel klein. Maar uh, wij zijn ons aan het voorbereiden zodat het niet aan ons zou liggen om, om er niet bij te zijn. We hebben het natuurlijk al, al veel eerder laten liggen in het seizoen. Maar ik denk wel dat uh, ja, als, als we nu zelf de, de punten laten liggen en er zo, sowieso niet bij zijn, dan, uh, dan gaan we wel teleurgesteld zijn. Maar dus, er is wel nog geloof, of is het van, kijk, we zien dat wij winnen, maar geen geloof eigenlijk? Um, realistisch gezien niet. Uh, er zijn al drie ploegen die, die moeten verliezen zelfs. Of zelfs Charleroi mag geen enkel punt pakken. Um, ik denk dat de Annelecht mag gelijk spelen. Uh, ik, denk, ik geloof het ook. Uh. Annelicht mag gelijk spelen. Die spelen thuis tegen Mechelen, geloof ik. Easy. Uh, pas op. wij hebben ook uh, vorige week tegen Mechelen gespeeld. Waarvan wij na de wedstrijd ook wel uh, moesten zeggen van dat ging wel, wel heel gemakkelijk. Maar ik denk wel dat ze korter en korter bij die bekerfinale komen. En dat kan misschien wel uh, veranderen in, in hun mentaliteit. Misschien. Ja. Is het voor jullie dan doelstelling niet gehaald als je die play-offs niet haalt? Is dat voorhand van het seizoen niet een beetje gezegd geweest? Top acht? Ja, sowieso. Uh, in het begin van het seizoen spreken wij altijd wel een beetje onze ambities binnen de club uit. En. Uh, Top 8 was sowieso het minimum. We hebben nu, uh, sinds dat ze terug zijn in, in de eerste klas, hebben we al drie keer geprobeerd. En dit zou ook de derde keer zijn dat het niet zou lukken. En we komen elk jaar wel een beetje korter, maar we stranden altijd zo 11. Ja, het is wel stabiel op zich. Ja, ze, komen, gevoel, nooit, oh, ja, ze komen ook nooit. Sinds de degradatie, sinds dat ze zijn teruggekeerd, zijn ze wel echt nooit meer onderaan in de problemen gekomen. Maar als je dan ziet, Achal ja, Rouat bijvoorbeeld, puur qua kracht van de selectie, als hij tegen elkaar zit. Ook een Westerlo, daar moet je wel competitief Cerkelen. mee kunnen zijn. Cirkelen ook. Ja, en dat is, dat is iets wat we eigenlijk in de kleedkamer ook vaak zeggen. Als je de spelers ziet die we die eigenlijk op het veld kunnen zetten. We hebben eigenlijk heel veel kwaliteit in onze groep. En dan is het soms pijnlijk om, om die ploegen wel boven ons te zien. En dan weet je dat je daargens hebt laten liggen wat, wat niet had mogen gebeuren. Waaraan denk je dat dat ligt? Mag ik zeggen dat dat tot nu toe goed was, maar dat jullie zo'n een, een, een lange reeks missen. Van overwinningen. Ja, klopt. En we hebben ook elk jaar een lange, race, een lange reeks van verlieswedstrijden. En ook dit jaar zijn we enorm goed gestart aan het seizoen. En dan komen we eigenlijk in januari, waar, wat, waar we eigenlijk, denk, drie matchen op rij gaan we voor 9 op 9 en halen we echt niet veel punten. En dan is uh, ja, het een beetje aanpappen met die, met die ploegen die boven ons staan. En dan verlies je wel een beetje terrein. En dan, ik denk dat dat vooral dit jaar ons wel uh, de das heeft omgedaan. Ja, want op een gegeven moment, die González bijvoorbeeld, die scoorde elke week, toen zat de vrouw ja. erin. maar als, ja, als zo iemand dan een beetje verdwijnt of een mindere periode heeft, dan, dan, is dat bij, alleen dan valt de hele ploeg een beetje weg. Ja, klopt. Ik denk dat dat ook een, ook een beetje het verhaal is van ons dit seizoen. Uh, ik raak geblesseerd volg, uh, vorig seizoen, heel op het einde. Uh, ik kom terug, Mathieu Martens is geblesseerd ja. voor een uh, langere periode. Ook Mario, uh, onze topschutter. Um, heeft dan eens een week wel gespeeld, dan viel die weer uit, en dan weer een week wel en is die weer uitgevallen. Dus dat is ook een beetje het verhaal. Ik denk dat we de laatste weken meer dezelfde elf hebben kunnen gebruiken. En dan, dan zie je ook: oké, okay, we spelen wel tegen, tegen twee ploegen die, die op, op die dag niet, niet in vorm waren. Uh, maar je ziet wel dat wij samen wel heel goed kunnen voetballen. Wat gebeurt er als jullie zich niet kwalificeren? Speel je dan nog vriendschappelijke wedstrijden tot juni? Of? Uh, dat programma is voor ons nog altijd niet bekend. Maar er zijn nu nog altijd twee opties. En zodra dat wij um, ja, ofwel het halen, gaat het gewoon door. Als we het niet halen, dan, dan wordt dat sowieso gecommuniceerd direct na de match. Maar als het hetzelfde wordt als vorig jaar, dan zijn er wel uh, nog trainingen en oefenwedstrijden te, te doen. Ja. Op zich gaat dat wel raar zijn dat er, dat er wat ploegen zijn die lang moeten doorvoetballen. En het, seizoen, het volgende seizoen komt er weer heel snel aan. En dan heb je ploegen die rap zijn gestopt eind april. Die een totaal andere voorbereiding kunnen gaan maken. Dus ja, dat kan ook ergens een soort voordeel worden in het volgende seizoen. Als je nu wat rapper Toch. stopt, rapper op vakantie kunt, maar wel je voorbereiding echt deftig langer kunt maken, als je Smakelijk. tot midden juni moet voetballen en je moet eind juli al terug aan de competitie beginnen, kun je misschien een week, twee weken op vakantie maxen, en dan moet je al terug op training staan, terwijl zij kunnen veel beter plannen. Maar ik denk eigenlijk puur aan ander licht. Als wij dat nu niet halen en we <laughs> moeten nog in Europa verder, dan moeten we toch matchen nog spelen. Toch matchritme nodig. Ja, als je in Europa verder gaat, zeker, maar... Ja, maar te tegen wie ga die spelen? Als tegen Ouagel? Tegen tegen Bijvoorbeeld. Maar ja. denk, zijn jullie... Gaan, allez, denk je dat zo'n spelersgroep van Ouagel dan nog gemotiveerd is om dan nog wat te matchen te gaan spelen? Dat misschien niet, maar... Uh, het, is, het is sowieso een, een verschrikkelijke ja. periode. Als wij... Voor niks meer aan het trainen zijn. We hebben geen competitie meer. En het is alleen voor oefenmatchen, dan is het sowieso uh, ja, heel vervelend. Was het ook in die trainingen dat je vorig jaar niet blesseerde ja. na het seizoen? Ja, vorig seizoen heb ik de, de laatste wedstrijd op, uh, op Gent gespeeld. Uh, verliezen we 5-0. En denk dat we dan één week vakantie hebben gehad. En de week daarna in die, in die trainingen die er eigenlijk niet meer toe doen, uh, scheur ik mijn naar af. Ja. Goh, heeft dat er iets mee te maken? Denkt je of? Nee, want het was niet dat het een extra zware training was. Of, uh, maar ook niet dat je wat je vermoeider werd of minder op je eten lette, omdat ja, je hebt niet echt een concreet doel Nee, want ik voelde me eigenlijk redelijk goed in die periode. En het was ook niet de eerste week na, nadat we een week vakantie hebben gehad. Het was al in de tweede week. Dus ik zat wel weer terug in een ritme van, van elke dag te trainen. En ik heb dat ook gevraagd aan specialisten natuurlijk, want je zit met zoveel vragen in je hoofd. En die zeiden mij gewoon dat. Uh, 99% van die blessuren is gewoon bedelijk. Dat is wel kut. Toch? Is dat, is dat nu allemaal weg? Is dat achter u? Uh, ik wil het heel graag achter mij laten en het grootste deel lukt dat ook wel. Maar er zijn wel namiddagen na, na een zware training of, of de dag na de wedstrijd dat ik wel een, een stijver gevoel heb. Uh, maar ik steek er nog heel veel tijd in, ik doe nog heel veel oefeningen. En, en ik hoef geen training meer te missen door, door die blessure. Dat hoeft geen carrièrebedreigende blessure geweest te zijn. Nee, dat is iets waar ik, wat ik altijd wel in geloofd heb. Uh, tot ik terug ga komen op, op het niveau dat ik, dat ik had. Um, als ik mensen moet geloven, ik hoor heel vaak: oei, Achillespace, dat is, dat is uh, heel dat is moeilijk heavy. om, om ja. terug van te komen. Het is heel heavy, maar ik heb met, met specialisten en, en topkines gebabbeld. En die, die gaven mij al direct vertrouwen tot dat wel gewoon terug in orde kwam. Maar was het in een loopactie? Of? Ja, ik had de bal aan de voet. en uh, Ik heb mijn, mijn eerste tegenstander voorbij. En ik zie dan een tweede komen waardoor ik nog eens extra wil versnellen. En ik dacht echt eerst dat er het gewoon een trap van achter op mijn, mijn Achillespees was. Uh, en ik hinkel al verder en ik hinkel ik echt tot aan de buitenkant van het terrein. Omdat ik dacht van ja, dan kunnen ze doorgaan met de training. En, en na twee minuten dan, dan stap ik terug in. Uh, maar de jongen die Pierre Ngawa, was, uh, stond heel kort bij mij. En ik, ik hoorde ook van Ver dat hij die, die zei: van, ja, maar ik heb het echt horen kraken. En die pijn die bleef wel echt. Uh, en toen hebben ze me naar binnen gebracht en op tafel was het wel duidelijk dat het, uh, dat het niet gewoon een trap was. Is dat iets dan waar je ook nog schrik van hebt nu op training, als je zo'n sprintactie doet? Of? Nee, ik heb zelfs uh, mijn eerste buitentrainingen met de kines. heb ik eigenlijk heel weinig schrik gehad. Uh, natuurlijk bouw je echt op van, vanaf nul en, en dat stap per stap. Dus uh, de eerste trainingen waren nog geen, geen sprintoefeningen of zo natuurlijk. En ik moet zeggen, ik had, ik had meer schrik verwacht dan dat ik al heb. Um, ook mijn eerste wedstrijden durf ik ook echt wel ja, die tackles te doen uh, als voordien. Um, soms is er nog zo wel eens een, een steekje waarvan je denkt van. Zou ik nu naar binnen gaan, of, of gaat het gewoon niks zijn en kan ik die training gewoon, uh, gewoon uitdoen? Uh, maar schrik. Uh, ben ik heel blij mee dat dat achterwege is gebleven. Wat doe je dan in de dagen als je zo lang uitzet? Alleen mag trainen. Alleen mag trainen. Nu, natuurlijk, de, de eerste weken kan je niet veel doen. Uh, ik ben thuis geweest, uh, terug in Limburg even bij mijn ouders geweest en uh, ja, daar in de zetel gelegen met, met de gips. En vanaf het moment dat ik uh, zo'n walking boot kreeg, ben ik beginnen revalideren. En, en dat was twee keer per dag. Uh, vaak één keer in Leuven en één keer in Antwerpen. Dus ik had, uh, mijn dagen waren wel goed gevuld. Maar dat is dan ook iemand die je altijd brengt en zo? Want nee, het was eigenlijk... mijn linkse. Ik, uh, uh, ik heb wel vaak automatiek. zelf Handig, toch? Ja, allee, dat is toch. Dat is ook wel vaak een periode waarin de spelers heel veel bijleren over, over zichzelf en over het voetbal, denk ik. Omdat je, je staat buiten die groep, je zit helemaal alleen. Ja, dus je klopt. kunt er ook wel veel beter uitkomen. Ik denk uh, qua persoon sowieso. Um, je hebt een echte, echt wel een harde tegenslag op dat moment en je merkt heel goed. Um, ja, vrienden die, die daar zijn om je te helpen, ook de mensen waar dat je in moeilijke periodes tegen kunt gaan babbelen. En dat heeft mij ook gewoon sterker mentaal gemaakt. Um, wat voor mij wel belangrijk was, ik, ik stond niet echt buiten de groep. Ik heb geen enkele wedstrijd gemist, ook uh, uit wedstrijden ben ik overal mee naartoe gegaan. Nee, dat las ik, dat is wel zot. Daar ja, hoort je niet veel. geblesseerde speler die naar alle dat matchen ik meegaat. Ik ja, ik vind dat ook vind goed. ik nu een voorbeeld. Zo moet het. Ja, ik, in het begin <laughs> ging ik nooit zeggen: van Ik ga dat doen. Maar ik, natuurlijk ben op het einde van het vorige seizoen uitgevallen. Ik was mijn krukken al kwijt toen de, toen de competitie begon. Dus ik was goed te been. het is ook ben... mentaal natuurlijk. Om je collega's ja, wel te zien voetballen en jij niet. Daar, daar denk heb ik, daar ik dat heb veel ik... voetballers van zeggen: Dat wil ik niet zien. Nee, maar ik kijk toch op tv dan. Ja, ik okay. heb. Uh, geen moeite gehad om, om in de gym te blijven en, en de jongens naar buiten te zien gaan. Ik wist wel waarvoor dat ik aan het werken was. En ik heb gewoon ook het gevoel nodig om ergens naartoe te leven in het weekend. En om dan mee te gaan, om mooie verplaatsingen mee te doen. Uh, jonge jongens te helpen tijdens de rust of na de wedstrijd als je ziet dat ze het moeilijk hebben. Mee echt in de kleedkamer ook? Ja, ik ben altijd mee geweest. Oh. Uh, tijdens de rust kwam ik van de tribune om mee in de kleedkamer te gaan. Dat is een matje dat ik natuurlijk niks hoef te zeggen. Of, of dat, dat alles gezegd is wat ik vanuit de tribune heb gezien, dus dan een soort T2 voorbij eigenlijk. Nee, het is niet. Oh, maar ik heb iets gezien van in die tribune. Nee, nee, nee. Af en toe, af en toe Mark, was er daarbij. Af en toe was er daarbij, maar dat was echt vooral voor. Ja, als ik bijvoorbeeld een, een Tamari altijd naar binnen zie komen, dat ik hem zeg: ga eens langs buiten, want, want ze dekken echt wel uw linkse voet af. Zo van die kleine details en. Ik ga ook niet zeggen tot dat tot dat elke wedstrijd was zeker en vast niet. Maar is dat dan de de nieuwe c beschrijver zeg maar? Want dat is iets wat ik in je in uw Bruggenperiode of Tankperiode misschien niet zag doen. Nee, dat klopt wel, maar ik denk dat ik in, in OSL nu ook wel een andere status heb als dat ik in die clubs heb gehad. Um, ik voel mij heel goed in OSL. De trainer zegt ook vaak dat, dat er bepaalde spelers zijn die, die het woord moeten nemen op training of in de kleedkamer, en ik ben daar wel één van. En ik heb ook het gevoel dat. Zeker en vast die jonge jongens die, die nemen het echt op. En dan is het belangrijk dat, uh, dat die belangrijke spelers, die leiders in die groep, dat wel een beetje op zich nemen. Wat maakt Marc Bres uh, een goede trainer? Als dus ik je ga vragen, is het een goede trainer, ga je ja zeggen. Dus Wat maakt hem een goede trainer? Uh, ik vind dat hij, hij vraagt heel veel van zijn spelers. Maar van het moment dat, dat de spelers bereid zijn om, om het ook allemaal te tonen en het allemaal te willen doen, geeft hij ook veel aan zijn spelers. Ik denk ook dat. Uh, Misschien verwachten niet veel mensen dat ze hem op tv zien. Maar telkens als hij een speech voor de wedstrijd geeft, tussen de opwarming en de wedstrijd. Ja, heeft iedereen gewoon echt superveel goesting om naar buiten te gaan. Dus het is ook wel een echte motivator. Ja, okay. want inderdaad, ik opvallend. Hij is, eh, wat ik eh, apprecieer aan hem, is, is net dat hij. Want mo moderne trainers zijn heel luid en heel aanwezig eh, langs die lijn. Tot veel tot, tot, overdreven, vaak, ook met die vierde ref bezig. Hij is zo'n rustige vastheid. Ik zie hem ook niet meteen een of andere. Gladiator-achtige speech geven. Ja, maar het scheelt niet veel. Ja, het, zijn, het zijn echt. Na de wedstrijd zeggen wij soms tegen elkaar van. wat had ik hoesting na de opwarming om, om naar buiten te gaan? En ik denk dat ik dat misschien wel meer heb als, als andere jongens. Uh, maar tot ik in het begin van zijn speech zit, op, op mijn plaats. en in de helft van de speech ga ik, ik staan en, en ben ik al ja, echt uh, opgefokt om naar buiten te gaan. En dat zijn ook wel. Uh, dat zit ook wel in zijn kwaliteitenpakket. Ja. Is ook ja, wel maar ik prijs die... de gladiator. Nooit gedacht. Die nee. dat zoals een warme, rustige tovenaar een beetje wel, maar... Tovenaar? Zo is de... De... Ja, zo de... ja de, de grijze... De grijze tovenaar, ja. Ja, ja, dat wel. Ja, een speciale man is hem wel. Hè. Dat... Ja, ondo... Allee, ik, ik ken hem precies nog altijd niet zo heel goed. Ondanks dat hij al heel lang in profvoetbal rondloopt. Ja, je... klopt. Je wilt er zo van alles aan willen vragen. En ook, hij, hij geeft toch enorm veel vertrouwen aan mensen. Want bijvoorbeeld zijn trainingsstaf met uh, Bram Verbiest, uh, Isam Sharai heel lang, die, die mannen die zitten al meer dan tien jaar samen. Dus is dat dan ook met de spelers? Uh, wat hij met zijn, met zijn trainerstaf heeft, is, dat heb ik ook nog nooit gezien. Ik denk dat dat een groep vrienden zijn die, die echt voor elkaar door het vuur gaan. En dat laat hij ook vaak weten aan die groep. Hij zegt heel vaak van, uh, als, als Joachim of Bram mij stuurt, ik ben mijn onderbroeken in Spanje vergeten, gaat hij op vliegtuig. Zo zegt hij dat heel vaak. <laughs> Uh, maar dat merk je ook wel. En dit jaar zijn wij dan ook uh, Isam, en uh, Sharai verloren. En ik denk ook wel dat dat echt op hun gewogen heeft. Uh, je zag die afscheidmatch. Je zag dat ze het super moeilijk hadden. En dat uh, ja, een vriendengroep die een beetje uit elkaar getrokken werd. Ja, ja Mununga, die was ik nog vergeten. Die is wel wat kilo's bijgekomen hè, na de carrière. Mai, wat, wat een beer van de vent is dat geworden. Jong. Maar uh, is, uh, zijn, zijn staf is toch redelijk samengesteld nu pas bij OGL? Uh, Munoonga is er bij OSL pas bijgekomen, denk ik. En de rest uh, was, al, maar... was wel al bij hem. Ja, die vindt ah, okay. zijn trui ook al bij, bij hem gezeten. Ja. Oké. Okay. Ja, nog opvallend, je zegt: gekend als aanvaller, aanvallende middenvelder. En sinds twee jaar verdedigende middenvelder. Iets wat je echt niet uh, twijfelt. Ook... Ja, 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 is ja nee, ik, ik begrijp het sowieso. Ik ben één plaats achteruit geschoven. Uh, meer op de acht. Uh, niet twee. Meer op de acht, ja. Ik heb, ik heb wel nog altijd een, een iets meer verdedigende speler langs mij nodig. Um, maar dat is eigenlijk veranderd in, in één match. Stond ik zelfs in de spits, uh, op standaard stond ik in de spits. En ja, ja, dat juist. is die match zelfs veranderd. Dat ik op, zelfs op zes ben gaan spelen, omdat we 2-0 achter stonden, denk ik. En na de, na de match is de, de trainer naar mij toegekomen. En die heeft gezegd: van, uh, Kijk, ik vond dat je dat met heel veel flair deed. Maar dat uh, zat dat uh, toch al langer in zijn hoofd? Ja, dat uh, vroeg ik me af, die transitie. Is dat op training zo? Dat je dat, dat dan eens tegen u zegt: speelt gij eens wat lager? Of is dat nee. echt daar de eerste keer? Uh, in OASL wel, ja. In OASL is dat de eerste keer geweest. Ik heb wel uh, in Genk onder Potzwelo ook uh, soms gespeeld. Dus dat was een iets lagere positie ik als, dat als is hem. dat niet meer. Uh, in Bever heb ik dat ook af en toe gedaan. En dus ja zoveel gekregen. trainers het toch al ergens in u gezien hebben, heeft dat misschien wel gelijk? Uh, in dat seizoen had hij zeker gelijk. Want ik kwam eigenlijk heel moeilijk op gang dat seizoen. Uh, op de tien. Uh, ben ik zelfs ook even naar de bank gegaan na een gesprek met hem. Um, en ik denk, die match is, is alles veranderd. Ben ik ook elke wedstrijd opnieuw op die positie uh, gestart aan de wedstrijd. En dat is nooit meer, dat is nooit meer veranderd. Maar maakt dat voor u nu uit? Ben je iemand die zegt, ja, nee jongens, als ik hier niet op tien kan staan, dan ben ik weg? Nee, zeker en vast niet. Ik heb, uh, ik heb dat gevoel misschien meer als ik naar de buitenkanten gezet word. Uh, maar dat is iets waar ik mij dan op dat moment overzet. Liever op zes dan aan de rechter- of linkse buitenkant? Uh, zes, weet ik niet. Acht wel. <laughs> nee, acht is een. Uh, ik vind dat een hele leuke positie. Je komt veel aan de bal. Je kan zelf beslissen of je eens achter de aanvallers of voor de aanvallers van de tegenstander komt. En zo kan je je eigenlijk een beetje. Zelf in de wedstrijd voetballen, en dat is op tien minder het geval. Op tien sta je meer met, uh, met de rug naar het doel, met, met altijd heel veel druk. En die vrijheid heb ik op acht uh, veel meer gevonden. Moet je het dat je nu in, in Brijs en Hoofd ook echt alleen maar een acht zet of? Ik denk als, als iedereen fit bij ons is wel, uh, dan denk ik ook wel echt dat we een type ploeg hebben waar, waar Mathieu, die nummer 10 positie ook fantastisch invult. En zoals de laatste matchen met Kasperig en, en Mathieu op middenveld. Uh, denk ik wel tot, tot dat zijn triokel. En wat wel leuk is, want Mathieu en Jens kunnen ook zo wat ja, het is daar. van positie missen. Ja, dat is ook, kan wel dynamisch, denk ik. Dat zegt hij ook heel vaak tegen mij. Ik mag ook niet die diepgang verliezen. Er moeten nog altijd wel infiltraties komen. En het is daarom ook dat ik zeg dat ik liever iemand meer verdedigend langs me heb staan als, als ik zelf. En dat ik dan die, die vrijheid heb om, om af en toe ook eens. Ja, langs de spits of, of achter de verdediging in te lopen. Hm. Want op zich, ja, het zijn drie profielen. Maar tussen u en Mathieu is er op zich niet zoveel verschil. Is het dan puur omdat hij zegt, misschien Mathieu gaat zonder bal veel meer diep en jij komt meer in de bal? Ja. Is daarom die wissel gemaakt? Uh, ja, maar dat is... Want dat hij zou uh, dat ook van op de acht kunnen, toch? Om over u te komen en maar, dan te ver van de goal te Loopt hij niet ook meer? Uh, zonder totaal niet. In, in totaal, totaal niet. Okay. Maar hij loopt op een andere manier veel vaker diep. Uh, zoals jij zegt, ben ik meer uh, een speler die in de bal komt. En moet ik zorgen dat ik meer diep ga, uh, dan moet een, een betere afwisseling worden. Maar Mathieu is, is super slim. Uh, Mathieu begint zelf soms van aan de zijkant en maakt een, een run van naar binnen en dan pas diep. Uh, dat maar je scorend een... vermogen is dan wel weer hoger, hè? Intrinsiek scorend vermogen. Maar Mathieu maakt ook heel veel goals. Ja. Mathieu heeft, uh, ik denk dat hij vorig jaar zelfs aan dubbele cijfers had. Ja, vorig jaar had uh, hij een fantastisch jaar. Hè? Ja, maar Mathieu is een. Ik herinner mij nog heel goed uh, maken, de eerste de weken in Leuven. Ik kende Mathieu niet, niet super goed. Dat was ook het eerste jaar dat ze terug in eerste klasse waren. En vanaf het eerste moment op training had ik echt wel door van. Amai, uh, hij ziet er misschien niet de, de techniekspeler uit, maar de manier hoe dat hij wegdraait, hoe dat hij polies kan, kan doen, is, is eigenlijk ongelooflijk. Ja, dat klopt wel. Hij is pas voor het bredere publiek of het grotere publiek pas later ja, vorig, opgevallen. Vorig jaar was hij het, was het echt wel een reële optie bij Club Bruggen en heeft hij dan gekozen om te verlengen bij OHL, maar als je dan dat middenveld ziet, de norm maartens schrijvers, ja, op papier denk ik wel, daar zit wel veel muziek in. Dat moet toch, dat moet toch een keer vol een bak gaan renderen staan ook boven KV Mechelen. Ja, ja, maar ik denk dat Angel wel iets hoger kijkt op dit moment, toch? Dat was een beetje te plagen. Maar dat is ook een beetje het jammerlijke. Hè? Ik ben uh, <tosses> negen maanden uit geweest. Uh, ik val twee keer in en de derde match moet ik invallen voor Mathieu, die daarna twee maanden uit is. Dus ik denk zelfs dat wij dit seizoen nog maar twee wedstrijden samen aan de wedstrijd uh, zullen kunnen starten met ons drie. Ik vind dat wel cool, altijd. Een speler die echt in zijn carrière van totaal van positie verandert. Ik heb hier een paar voorbeelden, maar ik ga u eerst. Denkt jij spontaan aan spelers? Uh, ja, zelfs een speler waarmee uh, samen samengespeeld heeft, Cabacele. He, dat was een spits. En die heeft het tot de international geschopt en de Premier League als centrale verdediger. Dus dat is wel heel opvallend. Maar? Ik heb die bij KV Mechelen nog in de spits zien spelen. En dan dachten wij allemaal: ja, die man die gaat van zijn leven geen goal maken, hè. Die, die ging in de 16. Nou, dat was een moeilijk. targetman. Hè. En dan, uh, ja, heeft, bij Eupen denk ik, heb ze die centraal van achter gezet. En ja, dan was die supergoed. Mooi. Ja. Ik heb uh, Joris van Hout. Oh ja, de zel, dezelfde, dezelfde traditie. Spits, centrale verdediger. En Ellen uh, Smit. Ellen Smit, ja. Die ging van Leeds als aanvaller eigenlijk naar Man United. En Alex ja. Ferguson maakte dan een centrale middenvelder. Ja, en dan op uh, voetbalmanager heeft hij heel lang die twee posities gehad. En dan kon je die overal een beetje zetten. De, de gekste is natuurlijk uh, Jorge Campos, hè. Was een doelman en in de laatste tien minuten ging hij in de spits spelen. Dus dan kwam er een andere doelman op en dan verwisselde hij zijn truitje en dan ging hij in de spits spelen. En dan scoorde hij echt nog fenomenale goals. Ja. Dus ja, alles kan. Wat miste je, Agel, om de lat nog hoger te durven leggen? Ah, wel, ik vind dat een hele moeilijke. Want ik vind dat op zich, als je die spelerslijst ziet, dan denk ik elk jaar, ja, oké, okay, ja, die gaan echt wel meedoen. En zo, zo top 6 en zo, ik geloof er altijd wel in. Ook dit jaar hadden ze echt wel weer een goede ploeg. Ik vind die in Tamari... Altijd een hele goeie. Um, ik, ik ben Casper ja, de Norf van. Ik ben zware C-beschrijvers van. Um, nu die rechtsachter vind ik een ontdekking. Die mendeel vind ik ook echt een hele goeie. Mendel is de linksachter, hè? Linksachter? Ah, ja, ja. die, die van Schalk is, uh, komt. Vaak maar... Ah, Pat ja, dat is ook weer zo'n ontdekking. Ja. Uh, die komt uit het niks. Ik vind dat een hele goeie. Maar ja, het is altijd zo middle of the road. En ik denk dat er eens een seizoen moet bijzitten dat, dat ze knallen. Dat we hebben een jaar met Thomas Henri gehad ook, dat ze echt wel heel goed waren, maar zo net niet in de play-offs uh, playoff 1 kunnen halen. Dus oh, wat missen ze? Dat vind ik een hele moeilijke. Ja, ik mag ook eens een moeilijke vraag aan u stellen. Hè? Is het, ja, maken ze te weinig goals of pakken ze het er te veel? Dat is altijd de vraag. Hè? Ik denk geluk. misschien toch dat het eerste dat je meer spelers moet hebben die dubbele cijfers van goals halen in een seizoen. Dat je minder afhankelijk wordt van die ene, ene spits. Hm. Blijft je bij Wazel? Ik heb uh, juist voordat ik terug fit was, heb ik uh, bijgetekend. Dus ik ben. Uh... Tot 27 hè? dat is ja, lang, hè? Ja. ja, ik heb uh, 4,5 jaar bijgetekend. Uh, wat ik op dat moment uh, nooit aan getwijfeld heb om te doen. Um, ik vond dat een enorm mooie geste van, uh, van de club uit. Die hebben mijn revalidatie wel een beetje gevolgd. En die, die zagen wel tot alles een stijgende lijn ging. Maar om dan met zo'n contractvoorstel te komen, dat, dat apprecieer ik enorm. Ja, dat is wel straf. Hij is een enorm blijk van vertrouwen. Dat is ook zeggen van allee, jij wordt een van de sleutelspelers om die selectie mee te gaan uitbouwen. Hm. Want dat, dat gaat geen klein contract zijn hè, om iemand als u zo lang vast te leggen. We <laughs> willen de details zien. <laughs> nee, maar dat, dat is ook wat ze in het begin hebben gezegd. Uh, toen ik van Brugge naar, naar OSL ging, hebben we, hebben we wel verschillende gesprekken gehad. En, en het meeste wat er in was. Uh, we hebben ambitie en, en we willen dat, dat jij met die ambitie, die lijn kunt omhoog krijgen, de lat hoger kunt leggen met, met de club. En ik merk ook wel dat die ambitie er is. Er is misschien uh, een paar jaar een beetje ja, mindere transferperiodes geweest, omdat mensen heel veel verwachten. Um, ja, als Mark Breits verlengt. En nee zegt tegen Genk om te zeggen, ik wil binnen de drie jaar mijn wel ja. kampioen Voila, worden. Dat, is een, maar dat, is een dat heeft niemand dingen. gecreëerd dan natuurlijk. Hè. Ja, en het, is, het is gewoon een heel mooi project waar dat wij, wij in zitten. En wij willen... Maar kan dat, kan dat wat Prijs zegt? Gaat er Pram. een moment komen dat jullie gaan meedoen, echt top 5? Als een dat kan. Ja, ja dat is nee. waar. Maar ik, ben, ik ben er wel van overtuigd. Ik denk dat um, die... Ik heb eerst een half seizoen gedaan, dan een gans seizoen. En ik denk dat wij, van het moment dat ik daar kwam en nu tot wij wel, wel al stappen gezet hebben. Um, niet in het klassement, maar wel op de manier van werken en, en de, de spelers die we hebben. En we moeten, ja, natuurlijk moeten wij nog, nog veel stappen zetten om, om echt ja, die, die play-offs te halen. veel niet, want we zijn, er, nee. we zijn er dit jaar ook heel kort bij. Maar om daar een, een stabiele club te zijn. Uh, moeten er nog wel stappen gezet worden. Nee. Ja, wij waren te gast uh, in uh, Den Dreef toen dat we de Gouden Krok zijn gaan, gaan uitreiken aan Mathieu Maartens. Echt leuk. Ja, en ik was ook wel onder de indruk van onder andere hè, de kleedkamer en hoe, hoe die, de VIP daar liep. En hoe, uh, het gras, hè, hoeveel mensen er bezig zijn ja, met ja. de infrastructuur daar, dat was enorm. Dus ja, daar wordt toch wel enorm hard in geïnvesteerd in Leuven. Hè? Ja, absoluut. Ja. Maar ja, het, het is een hele mooie club. Uh, iedereen, alle mensen die daar werken, hebben het beste voor met de club. En het is echt een, ja, een familieclub die, die voor hetzelfde doel werkt. En dat is echt, uh, ja, chapeau, ik ben er heel graag ook. Maar gaat er dan nu bijvoorbeeld meer budget vrijkomen voor spelers te halen, nu dat de infrastructuur een beetje er staat en, en knap is? Ik verwacht het wel een beetje. Um, als uh, wij elk jaar die, die ambitie uitspreken en we zijn er ook elk jaar tot nu toe nog niet bij geweest, dan, dan denk ik wel dat dat sowieso de bedoeling is. En ik ben ervan overtuigd dat, dat iedereen wel of dat het bestuur weet waar dat het beter kan. En, en ik vertrouw volledig op, op die mensen tot, dat wij stappen kunnen blijven zetten. Ze ja. zullen ook wel nog moeten wachten wat er met Leicester gebeurt, natuurlijk. Ah ja, die spelen nu onderaan. Hm? Maar als ik hoor dat die, die taai dat hij daar een aparte loge in heeft, uh, speciaal voor hem, met een soort boeddha-schrijn voor goed geluk en zo, dan is dat, lijkt me wel niet iemand die morgen gaat vertrekken. Nee, nee. Dus dat, dat gevoel hebben wij ook niet. Okay. en Ik heb wel al opgevangen, zelfs als Lester zal degraderen, dat ze niet gaan stoppen met de um, Ik heb hem zelf nog maar twee keer gezien, en dan is dat een korte speech in, uh, in de kleedkamer. Maar hij staat echt wel achter het, uh, ja, het project dat wij hebben. Hij is al twee keer geweest, en dan en, uh, ja, is dat... Want ik heb gehoord dat hij dat met heel veel bodyguards komt, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt wel. Er staat ook een, een busje tot aan de hoofdingang. Dus hij, hij is een beetje uit het volk gebleven. Alhoewel nee, want hij, hij had superveel shirts bij van Leicester en van OSL. En hij is die zelfs gaan uitdelen t, uh, bij de supporters. Sinterklaas, een beetje. Ja, al, alle jonge, jonge spelertjes of, of jonge supporters die daar waren, kregen allemaal een shirtje. Dus dat is wel uh, ja, een, een super mooi moment voor hun. En naar ons toe was het een uh, ja, enorm hemabele, vriendelijke man. En hij kent, ik, beste, kent hij de spelersgroep van Oagel? Oh, Weet hij wie je bent? Geen idee. <laughs> hij heeft niet gezegd, hé, hey, zie Nee, hij was heel Schoolgold. vriendelijk. En, en <laughs> wij, hadden, wij hadden onszelf een beetje voorbereid met, met een, een groet in de Thais. En uh, wij hebben zelf ook een Thaise jongen ge gehad. Uh, ja. Of hij speelt nu nog bij de Belofte. Hij heeft die periode met ons in de A-kern gezeten. Uh, die hem ook wel toegesproken heeft. En dat zijn dan jongens die, die hij wel kent, natuurlijk. Hm. Heb je nog iets gehoord van Sofian Kien? Weinig. Uh, we hebben hem ook wel allemaal een bericht gestuurd. Uh, maar geen, geen antwoord op gehad. Ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat op dit moment kan. Of, of zijn gsm wel bij hem is, ik weet het allemaal niet. Uh, dus dat is dat nog niets uh, waar de club jullie van op de hoogte houdt? De dag zelf sowieso. Ik. Uh, we waren met een paar jongens die het wel nog de, de avond zelf wisten. Um, het kwam redelijk laat ook op, op alle nieuwsites. Um, en de ochtend daarna is, is wel alles uh, heel goed uitgelegd wat er gebeurd is. Uh, wat dat er nog moet gebeuren. En wat er van ons verwacht werd in, in die situatie. Dus dat was allemaal wel heel goed uitgelegd. En ja, het is, het is afwachten. Uh, het is wel verschieten toch, denk ik. Ja, als goed je die dingen ziet. Ik Allee, heb, uh, als je hem dan kent. Ik heb geen oog dichtgedaan uh, die nacht. Het was. Uh, ja, je begint van alles te denken. En, en dank u wel dat er niks, niks erger is gebeurd. Ja. Uh, zowel voor hem als, als het voor die mensen die, uh, die daar binnen zaten. Uh, en ja, dat, dat filmpje dat was, dat was, dat was zo vies dat dat heel vaak door, uh, op mijn netvlies uh, door is gekomen. Ja, ik, ja, ik vond het als je die uh, mens ja. kent. Vond, vond, ik ik vond het ook niet dat ja, werd overal gedeeld en automatisch zet je bijna is gedwongen is door de actie je je om daar naar doen. te kijken, maar ja. je voelt zo elke keer als ik die auto in de lucht zie vliegen doe ik zo, dat kan toch niet dat is precies een film ja. dus ja, als je die mens dan kent en als je weet wat er allemaal had kunnen gebeuren vind ik dat wel heel heftig dus ik, ik vrees ook dat dat, er voor hem, dat, dat bij OHL wel heel moeilijk zal worden ja, Denk ik gewoon, hoe lag hij ja. in de groep eigenlijk? Hij is een heel rustige goede jongen, um, kan ook fantastisch goed voetballen. Hij um, is, is binnengekomen en ik denk dat hij even een, een moeilijkere periode heeft gehad, maar ook wel veel minuten heeft gemaakt. Um, ja, hij, zat, hij zat gewoon ook altijd in de kleedkamer bij iedereen en, en spelletjes spelen dat, dat deed hij ook. Ja. Het was een, uh, iedereen had hem wel graag. En, ja, het is, Hopelijk European komt het toch ook goed, want nee. Natuurlijk het is dan de dader natuurlijk in dit verhaal. Maar... Die, die verdient voilà. zeker een tweede kans. Hè. Iedereen kan niet zijn fout maken en we moeten heel veel geluk hebben dat er niks is gebeurd is. Want eigenlijk weten we nog niet veel van welke blessures hij heeft. Hè. Ik weet dat niet. Nee, ik weet, had het interview met zijn vader gelezen dat hij mentaal gewoon echt... Ah, dus hij heeft al geen carrièrebedreigende blessures. Nee. Dat stond daar niet bij. Mentaal dan. denk ik ook inderdaad, dat is wel even... Wow, die gaat sowieso wel terug voetballen, hè. de vraag is alleen waar. Hm. Goed. Ik het terug over u hebben, brugje Brugge. Maar uh, ik zei het al, in de, in de jeugd werd je echt omschreven als een van de allergrootste talenten van België. Voelde je dat toen zelf ook? Scorde nee. jij er iedere week tien bij wijze van spreken? Dat, uh... Nee, ik. Uh... Nooit. Ik heb dat heel makkelijk van mij af kunnen zetten, ja. Ik. Uh... Dat is eigenlijk een beetje de schuld van Johan Boskamp. Hè? Ja, maar op, op dat moment wil je ook niks anders horen. Uh, dat, was, dat was leuk dat om dan op, op school aan te komen en, en ja, de kranten stonden vol met, met uw naam. Dus op dat moment wilde je niks anders horen. Heeft het een, een extra druk bij mij gebracht? Dat niet. Een extra verwachtingspatroon bij de mensen misschien wel. Uh, maar ik heb daar nooit. Op zich kon je daar goed mee omgaan dan. Ja, ik heb daar geen moeite mee gehad. Ik werd er wel eens over aangesproken. En zelfs nu ook nog overal, als ik een, een interview moet doen, dat komt er super vaak in voor. Maar... Ja, wij beginnen er ook weer over. Hè. Ja. Ik had ja. niet anders verwacht. Hè. Ja, maar dat is ook Boskamp. Hè. Ja, natuurlijk. Uh, Alleen Boskamp die, die zei: Nou, uh, die CB de schrijver. Die <laughs> wordt een hele grote. Ik heb echt lang gedacht dat jij de schrijver heette, omdat hij dat altijd zo zei. Het is dus pas tot aan uw vanaf je debuut dat, dat ik wist dat het schrijvers was. En hij, hij Want het was dan Moesonda. En Pereira en Bakkali, en die kregen veel aandacht. Um, en hij zei: nee, nee, de allerbeste. En dat maakte het nog uh, mythischer. Ja. Iedereen wil weten: ja, maar oh, die Boskamp weet er sowieso veel meer van dan wij. Dus ja, die, die keek ook al die jeugdmatches die, dus die, 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 die was daar altijd, toch? Die ja, kan altijd ik, zo wat ik, kijken. Altijd is misschien veel gezegd, maar er is een wedstrijd dat ik me wel kan herinneren: dat we in, in Ierland speelden. In Ierland. En hij was daar. Hè? En die zit daar. Ik heb ook bij zijn thuis, thuis een repo gezien dat hij een schootlantennen heeft. Voor ja. ook al die jeugdtoernooien en zo, van, gewoon van op zijn zetel. Ja, maar in ieder geval. Kijk je dat allemaal? Ja. En je kijkt zo op de tribune, ik weet niet wel volgen dat er op zo'n jeugdmatch zit en je ziet dat hij net zo'n Ja, maar we speelden, valt wel wel op, op, valt. we speelden zelfs in een AM-veld ah, waar, waar geen tribune was. Dus alleen de, <laughs> de platen langs de lijn en hij stond daar. Ja. Alleen, en komt hij dat niet zeggen al aan een match? Nee, ik, had hem eigenlijk nog, ik heb hem het laatst voor de eerste keer gesproken. Um, er is een, een interview geweest in het laatste nieuws dat ik samen met hem heb moeten doen. Uh, en dat was de eerste keer dat ik, dat ik echt met hem heb kunnen spelen. Nu recent? Dat is uh, juist voor mijn blessure geweest. Hè. Oh, jong. Die heeft ergens ook wel invloed gehad op je carrière. Toch? Zeker op de perceptie. Ja. ja, voilà. Ik denk inderdaad wat ik juist zei. Die, die verwachtingen van, van de mensen en van de supporters in, van de club waar dat je op dat moment speelt sowieso. Uh, verwachten die misschien... Direct dat ik vanaf match 1 uh, à la Kevin De Bruyne uh, ja. toestanden ga kunnen brengen. En, maar ik heb dat nooit in mijn hoofd gestoken. Ik, uh, ik heb altijd vrij kunnen voetballen. Als je 15 bent, moet dat toch wel heftig zijn. Allee, je zat naar puber. En in ik zou een, zal een de Ferrari de... bestellen. Ja, in ja. de nationale media valt jouw naam, dat is de beste en dat wordt een geniale voetballer. Als je 15 bent, dan denk je dat je zegt: ja, dat klopt. Maar was er veel interesse dan in die jeugd van buitenlandse ploegen? Uh, ja, dat, dat was er wel, maar ik heb daar eigenlijk heel weinig van meegekregen. Sowieso in, uh, ja, op een 15-jarige leeftijd. Uh, voor mijn ouders was uh, op dat moment school ook nog heel belangrijk. Ik zat ook in een fantastisch mooie club die veel kansen gaf aan, aan jeugdspelers. Dus er is ook nooit een... Ai, een. Ik heb er nooit over moeten nadenken om, om weg te gaan bij Genken en naar het buitenland te gaan. En ik ben daar. Uh sowieso mijn ouders en mijn entourage sowieso dankbaar voor dat, uh, dat we dat niet gedaan hebben. Want uh, bijvoorbeeld Manchester City was toch enorm concreet? Dat zijn zo dingen die De ik later heb meegekregen, I I maar op dat moment niet, niet wist dat ik daar niet mee bezig was. Je had was. dan al een manager die dat afblokte. Ja, en ik denk uh, dat was nike toernooi in, uh, in Genk speelden we dat. En daar is mijn papa naar, naar Nico dan gestapt, die was ook daar, omdat dat Via via kende. Ik, ja, de beste vriend van mijn pa op dat moment kende Nico. Nico Vazen. hè? Nico Vazen ja. klopt. Ja. En zo ben ik bij hem terechtgekomen en. Uh, mijn papa werd gek van de telefoontjes die hij kreeg. En dus het waren toch doorgezet. veel? Het waren veel ploegen. Uh, ik denk het, ja. En jij gaat dan niet in de zetel zitten in de living naast je papa van alleen wie heeft er gebeld? Nee, nee, nee. Je is F15 en je speelt toch FIFA op de Playstation en al die clubs die bellen ineens. Ja, maar ik, ik kan mij ook geen enkel telefoontje herinneren dat hij in het Engels moest beginnen babbelen. <laughs> ik denk, denk dat hij altijd wegging uit de kamer, of, of weet ik veel. Die werd gewoon gek. <laughs> ja, en ja. daarom dat wij op 15-jarige leeftijd ook hadden beslist van uh, het kan zo niet verder, we gaan, uh, we gaan eens met Nico babbelen. Maar Gink gaf ook wel snel kansen. Hè? Ik denk dat je ook nog altijd bij je team als je al eens mocht meetrainen bij de eerste ploeg. Uh, ik was 15 en ik had net mijn examens gedaan dat uh, Mario Been mij, mij smorgens belde om 8 om uur. En hij belde mij van: Hé, uh, hey, zie je, het is Mario Been, ik bel je toch niet wakker? Hij belde mij wel wakker. Maar dus dan je... zegt hij toch nee. Nee nee nee, nee? nee, 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 ik ben wakker. Ik ben al gaan lopen. En die vroeg toen. <laughs> Wat ik krijg je er dan? Een Ja, sorry. En die vroeg uh, of ik goed had om mee op stage te gaan. Uh, toen was ik 15, maar die zomer werd ik wel 16. Maar dat was inderdaad vroeg en ik ben ook nooit meer weggegaan uh, uit de a toen. Dus uh, dat gevoel van, van kansen krijgen had ik. Dat, dat is heel vroeg, hè? Ja, maar ik heb ook eens opgezocht wie dat toen de verdedigers waren. Je, je, had jij op je 15 tegen Cabasseli of Koulibaly? <laughs> ja, klopt. Of toch even schieten dan? Op dat moment speelde ik nog uh, diep in de spits. Uh, ja, en ik weet nog dat ik de eerste trainingen gewoon. Ja, telkens tegen een opliep. en uh, Mijn spel is daar ook wel een beetje, uh, ik ben mee moeten gaan aanpassen. Um, ik kon natuurlijk niet opboksen tegen, tegen, die, tegen die spelers. En misschien is het ook daarvan dat ik ook meer uit de duel en, en meer uh, in de bal ben beginnen voetballen. Is van, het dan is dat Mario Been zelf die zegt. Uh, die jongen is te goed, we nemen die nu al mee, of is dat vanuit de Jeugdacademie van Ging die, die zeggen: kijk, die en die en die moet je wel eens naar kijken. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik herinner mij alleen de eerste training. Toen, toen speelde ik wel nog bij de belofte. en Dat was nog het seizoen daarvoor. Maar ik denk wel dat ik die, die training een, een heel goede indruk had nagelaten. We speelden toernooitjes 3 tegen 3. En ik zat in de ploeg met Kevin de Bruin en Jeroen Simijs. En we winnen dat toernooitje. Het uh, is gewoon ook vals spelen, denk ik. Maar... Ja, het was, het was <laughs> fantastisch. Dat was een heel mooie ervaring. Ik denk. Dat was een van mijn beste trainingen die, die ik zelfs nu nog heb gedaan. Uh, dat liep vanzelf en, en natuurlijk om met Kevin te spelen, je liep diep en je draaide je om en de bal valt op je kop om hem, om hem binnen te kopen. En na die training um, hadden wij gewonnen, de rest moest allemaal lopen. En ik moest op de rug van Seamice gaan zitten als 15-jarige jongen en mijn handen omhoog steken om die jongens die aan het lopen waren wat uit te dagen. Heel laag, mijn handen omhoog wel, uh, met een beetje stress. Maar dat was wel, denk ik, een, een eerste indruk die ik heb nagelaten bij, bij Mario Been, waardoor ik wel mee op stage mocht, denk ik. Hm. Uh, gaat daarna nou ook Emilio Ferreira als trainer? Ik heb iets gelezen van dat jij en Jelle Vossen die je wel wat plaagde. Kan dat? Nou, dan denk ik <laughs> dat ik weet waar je het over hebt. <laughs> uh, Emilio die trainde altijd uh, ja, met lijnen en die werden met piketten in, uh, in de grond gezet. Maar wij hadden een, een groepje dat, dat altijd aan het kaarten was tussen de trainingen of in de bus. En uh, de verliezer moest altijd opdrachten doen. En een van die opdrachten was: ja, die lijnen die gingen regelma regelmatig wel kapot. Als je een positiespel speelde en je ging met je studs over de, over de lijnen, dan brak die wel eens. En uh, ik had verloren en mijn taak was om uh, minstens in de training vier keer een lijn kapot te maken. Goed. Of vier keer, ik weet het niet. En het mooie is, uh, we beginnen in te lopen en ik dacht van ja, ik kan hier al een lijn mee pakken, maar ik blijf eronder raken en ik <laughs> val. En dat was dan. Uh, ik denk ook niet dat ik het gehaald heb, die training. Uh, maar dat waren zowel dingen, maar echt plagen deden we natuurlijk niet. Met. Maar dan lag je op de grond. Uh, bij het inlopen lag ik op de grond. Ja. Over een lijn, een zijlijn. Nee, nee, dat, was nee een touwtje dat, waren, dat waren Kort. touwen, ja. koorden die in de grond werden gestoken met Pikin. Die Feder maar... heeft toch rare dingen? Hè? Je hebt al lijnen op een voetbalveld. Ja, ja maar positiespel. Ja, Om je positie af te buiken. Ja. Dat klopt niet. Dat is een spel met verschillende vormen. niet kalken ja. dan? Wat? Is, is dat niet veiliger omdat de kalk. O, ja, dat Ik denk, weer denk weer dat Guardiola niet. bijvoorbeeld bij City verschillende trainingsvelden heeft. Ja. met gekalkte pinkje rechthoeken. Ja, ja. Ik vind het wel minder erg. Uw je, je straf dan voor het verliezen dan wat jij ooit noord jakkers hebt laten doen. Wat? Maar dat zijn verschillen. Hij heeft er vaak verloren. Ik weet niet over welke dat. Uh, een bloem geven? <laughs> ah, <ja>. ah. <laughs> dat is misschien wel een van de mooiste. Ja. <laughs> We zaten op stage in Nederland uh, waar wij aan het kaarten verliest. Maar de opdracht werd altijd op, op voorhand uh, beslist. En hij had een opdracht dat uh, bij ons op tafel stond er zo'n een, ja, een vetplantje. En we hadden gezegd, er zat, er zat een koppel aan, uh, aan de tafel langs ons. De verliezer moet die plant pakken, op de knie gaan zitten. En dan die vrouw zeggen van, ik beloof je een beter leven. En maar goed dat ze er wel mee konden lachen, maar dat zijn wel zo even genante momenten. En die, ja, een belangrijk ja, detail dus gedaan... was dat die man ook een semi-bodybuilder was. Uh, ja, klopt. klopt, ja, ja, klopt. Ja, dat is ja, klopt. niet onbelangrijk detail. Nee, maar ze gingen er heel goed mee om. Maar ik denk dat, dat dezelfde dag hij nog aan de andere kant van de vijver is moeten gaan zitten met zijn, met zijn voetjes in het water en heeft moeten zingen voor het ganse terras. Dus dat waren allemaal van... Ja, van die ludieke opdrachten die we moesten doen. Hoe kom jij aan die verhalen eigenlijk? Ja, ik heb research gedaan. Een spion? In, uh... Nee, spion niet. Ik denk dat het al eens in een interview of zo gezegd had geweest. Ja, ik geloof wel dat ik dat nog eens ergens... Een jakker is een verschrikkelijke kaarter. Ja. Nee. Uh, hij was <laughs> jong en hij, <was laughs> hij, hij, hij was nieuw. Uh, <laughs> dus uh, dan werd er wel een beetje gebruik van gemaakt, ja. Uh. Uh, januari 2016 wordt je uitgeleend aan Waastland-Bever. Was dat op uw initiatief? Ja, klopt. Ja. Dat was een, een moeilijke periode met mij. Ik denk dat was onder Peter Maas. Uh, ik maakte weinig minuten en ik denk zelfs de laatste wedstrijd voor, voor die winterstop was het, uh, was het voor mij een beetje te veel. En heb ik zelf gevraagd voor die uitleenbeurt. Ja. Oké. Okay. Uh, kon we ook naar andere ploegen? Uh, ik weet dat ik bij Bob Peters thuis ben geweest uh, voor naar Westerlo te gaan. Uh, dat is in, had ja, het ook wel kunnen een, werken, denk ik. Dat was nog een ploeg. Uh, ja, ik weet het niet juist, maar ik denk dat op dat moment ook uh, Leandro Trossaar in Westerlo zat. Mm. En dat dat misschien voor mij een, een minder interessante uh, piste was om, om toen, te, toen te gaan. Maar hij liet wel merken. En ik weet, ik zat met mijn vriendinnen op de Meijer in Antwerpen te shoppen. En ik was er nog maar een kwartier en kreeg ik telefoon: want Je moet nu de trein terugpakken en, uh, en bij Bob Peters langs gaan. En dan zijn we daar met ja, mijn mama, mijn papa, die mijn vriendin dan, uh, ik. Allemaal bij Bob binnen geweest. Uh, voor te spreken over die, over die transfer. Is daar gezellig? Bij Bob thuis? Uh, ik weet niet of hij er nu nog woont. maar het was wel een, uh, een heel mooi huis. Hè? En hij heeft die oh. nu kun, niet kunnen inpakken. Nee, Stijn, heeft Vreven, Stijn Vreven wint dan. Hij heeft iets verkeerd ja, gezegd. Ik ben ook met Stijn Vreven gaan babbelen. Um, het was nog gezelliger? Die, ja, in, in Hasselt <laughs> was dat. Gewoon in het centrum. Um, die stond op dat moment ook gewoon beter in, de, in het klassement. Um, en dat was voor mij, ik denk dat we wegregen. Dat ik zei: voor mij wordt het dit. Dit was het, uh, het meest interessante. Is dat omdat hij. Ja, hij is een Limburger, denk ik. Hè, ja, is dat toch niet ergens. Heeft dat niet meegespeeld dan? Uh, dat zou kunnen. Uh, ik kan niet terugkijken in de tijd hoe ik mij op dat moment. Want voor Peters uh, gaat dat uh, niet plezant geweest zijn, toch? Nee, want zij zaten eigenlijk in een heel, heel, slechte, heel slechte papieren op dat moment. Ik denk, geloof dat zij zelfs acht moesten goedmaken. Uh, ik denk dat ze dat jaar ook zakken, maar het kan niet zijn. Nee, ik denk ja, dat kan. Ik denk dat dat jaar is dat OHL uh, zakt. Het begint ook meteen goed hè, bij westland beveren Ja, uh, ah, die wedstrijd over Stendem. Ja, dat was eigenlijk ja, een droomdebut. Uh, we gingen samen op stage en het was sowieso wennen. Het was heel moeilijk. Ay, moeilijk was het niet om, om daar in die groep te komen. Maar ik mocht starten en ik denk dat ik daar ja, twee van. Een van mijn mooiste doelpunten uit mijn carrière maak. Uh, we winnen die match jammer genoeg wel niet, maar ik had wel mijn visitekaartje afgegeven toen. <laughs> ja, dat was niet. wel toen een heel spannend jaar onderin, hè? want dat is inderdaad met OHL. Ik denk nee. dat op de laatste speeldag met gelijke punten. Ik denk dat die toen gezakt zijn met 30 punten, wat best veel is als laatste. Dus dat was een heel spannend jaar, want ik denk dat er. In de wedstrijd Beveren-Ohagel maak jij nog een heel belangrijke treffer op het einde dat toch nog gelijk is. Ja, Want anders korre. gaan jullie meen dat de degradatie-moeras ja, misschien. Hè? Ik denk dat dat misschien een beetje verdreven is. Ik denk dat we een redelijk goed jaar hadden tot wij op de juiste momenten wel wedstrijden wonnen. Ik geloof dat vast. we zelfs zes op zes pakken tegen Bruggen en Anderlecht, allebei thuis. En dat dat ons een beetje wel uit die, die miserie heeft gehaald. Um, maar Ouagel was toen gezakt met een, met een doelpunt van mij op corner geloof ik ja. Ja, het is rond eigenlijk ja, ja maar moet ook zeggen het uh, was wel al een redelijk goede ploeg vond ik bij Beveren qua namen ja, ja we hebben daar um, Gano stond ja. uh, bij mij in de spits, ik stond daarachter uh, wat ik een enorm goede verdediger vond was uh, Rudy Camacho ja. die speelt nu in Canada geloof ik die heeft toen ook, ja, dat was zo belangrijk voor ons. En dan Laurent Jans was ook uh, een goeie in die periode. Ik vond die, uh, die Moulin. Moulin, maar dat was het eerste half jaar. Ja, ah, okay. ah, maar dat klopt, dat en was die... wel dat jaar. Ik heb twee keer een half jaar gezeten. Het eerste en die half was jaar. al verkocht dan? Die was, uh, oh, dat was een goeie. Een twe... Ja, die was, die was supergoed. Okay. Die... Maar was er na dat eerste half jaar gesproken dat je terug naar Genking al uh, wou nee. jij dat toen zelf nog niet? Ik denk dat dat toen gewoon eens verlengd is geweest voor, voor een gans jaar, maar niet dat er direct sprake was om, om terug te komen. Oh, 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 oh. Want ik heb gelezen... Ja, ik heb uh, wel ja. gehoord van het uh, KV Mechelen dat ze toen, na dat eerste half jaar bij Klopt. Beveren, wel echt nog hebben geprobeerd om u dan dat volgende jaar nog, naar uh, Mechelen te brengen. Ik ben nog in het stadion van Mechelen geweest om, om te gaan babbelen. Waarom niet? Ik mocht niet. <laughs> ik mocht niet van Genk, omdat Mechelen op dat moment uh, meer gezien werd als concurrent als, als was van Beveren. Dat is toch? Ja, dat vind ik mooi. En dat, dat vind ik ook wel terecht van race, denk ik. Allee. Maar het is ook voor u een juiste keuze gebleken om te blijven. Hè? Ja, klopt. En ik denk ook dat dat jaren daarna. Um, In een half jaar een, betrokken bij twaalf doelpunten. Ja, klopt. Ik ja, denk, ja, denk, ik, Beveren, ik ja, denk dat dat Beveren. was ook die periode dat ik uh, um, altijd bovenaan heb gestaan met de meeste, meeste assists. En dat ik die nog verlies op de laatste speeldag. Uh, dat was een half jaar Bever en een half jaar Genk. En ik heb mij in Bever eigenlijk super geamuseerd. Ik speelde daar elke minuut ook als je het gevoel had van oké, okay, vandaag was een mindere match, maar ik weet wel, volgende week ga ik weer spelen. En dat was een, een, een ploeg die ervoor gezorgd heeft dat ik, uh, dat ik wel stappen heb kunnen zetten dat jaar. Ja. Heb je dan... Ik geloof dat dat Genk ja. heeft moeten betalen om je terug te pakken. Ja. Vond ik logisch om te lezen. een eigen speler. Ja oké, okay, maar ja, Beveren had ook inspanningen gedaan hè. En, en gehuurd, ge, ge een garantie van een seizoen. Dus misschien is dat ergens wel logisch. En je zou de een verbrekingsvergoeding betaald van een huurcontract. Ja, dat was de clausule. Ik optie in, als ik uh, als, als een beetje in de problemen zat qua blessures, dat ik wel gewoon terug mocht gaan. Um, ja, en dat was dan met Carrelis. Ja, Carrelis. Ja, dat klopt, denk ik. Want. Um, dat was met Albert Stuivenberg. We, we zaten eigenlijk Beveren en, en Genk zaten op dezelfde plaats op stage. En ik zag regelmatig dat Stuivenberg wel voor de oefenmatch zat hij in de tribune. Zij dus wandelde ook heel vaak langs ons veld om terug naar het hotel te gaan. En hij heeft toen, ja, toen ik thuis kwam, heeft hij, heeft hij gebeld voor... Uh, Kom toch maar eens babbelen. Om, na de stage? Eventueel. Na de stage, ja. Maar heb je daar zelf eigenlijk iets aan te zeggen op dat moment? Of moet je luisteren naar de werkgever, Racing Genk? Ja, maar ja, ze waren uh, echt wel hun best doen om hem terug te halen. Dus. Maar ja, je zit er zo in een flow op. bij Beveren. Ik, ik ze seizoen ja, kan afmaken in de statistieken. Ik uh, ga uh, liegen als behoor. ik zeg dat ik op, op 1, 2, 3 beslist heb om, om terug te gaan. Um, ik was super graag in Beveren. Ik wou dat seizoen uitdoen en, en zorgen dat ze zich, uh, of ja, mee helpen zorgen dat ze zich weer kunnen redden dat seizoen. Uh, maar als, een, als je eigen club, Genk, vraagt om terug te komen, dan, dan kan je ook heel moeilijk nee zeggen. En, Uiteindelijk stond ik wel 100% achter die keuze om terug te gaan. En dat bleek toen ook juist de juiste keuze te zijn, want ik heb dat tweede seizoen ook gewoon heel veel gespeeld. Ja, ja maar je stak er bij Beveren ook wel bovenuit. Hè. Dat, dat is toch zo? Ja, ja, absoluut. Er werd heel veel over gesproken hè, op dat moment. Van ja, daar heeft Beveren wel een heel goede zaak aan gedaan, om die te kunnen gaan uh, nog huren. Dat weet ik nog, dat was echt zo van, want ik uh, werkte toen ook nog mee aan extra Time. en ik denk dat we bijna elke week. Die beschrijvers in de keek op de week een minuut. Ja, het begeven. gebeurt ook niet zo vaak, die moet van Maslan Bever bij de assisten. Ja, vooral die technische acties, dat valt op bij een ploeg die laag in het klassement staat. Hè. Ja. Want ja, eerlijk gezegd, je bent geen speler voor, voor degradatievoetbal, denk ik. Puur als ik je als speler zie. Nee, maar ik was ook op, op dat moment, zat ik in een, een periode van mijn carrière waar gewoon speelminuten het belangrijkste ja, ja, was. Ja. En dat maakte echt niet uit waar dat was. En ja, Bever was de beste optie, is ook de beste optie gebleken. En ja, ik kan over Bever, het, het, het deed me heel veel pijn toen ze degradeerde. Uh, ik hoop nu super hard dat ze ook terug opkomen. Uh, ik heb daar alleen maar mooie herinneringen aan. Je ontvangst was ook mooi, hè? Als je terug naar Genk werd gegaan, je mocht niet spelen, want die match was verzet of zoiets? Ja, klopt. Klopt hè? Ja, dat klopt. Dus, maar ja. Heel mooi om te zien. Ik heb toen nog een, een afscheid gekregen. Ik ben toen nog voor de, de supporters gegaan. Uh, die zongen mijn naam. En ik heb een, een heel mooie foto die niet op mijn kamer van nu staat. Maar als ik bij mijn ouders terug ga slapen, dan, dan kijk ik wel nog altijd op die foto. Mooi, mooi om te zien dat het echt nog het veel doet. Het doet u wel echt ja? iets. Mooi. En, um, het, het toont ook wel dat wat Racing Hink soms doet, ze hebben het met Trossard gedaan en nog wel wat andere jeugdspelers. Het, het werkt wel. Het uitlenen aan ja. de dan juiste dan... clubs ligt wel, denk ik, vooral aan de speler zelf. Ja. Die daar mentaal toch goesting moet in hebben. En, ja. Ja, ik vind het, het traject wat, uh, wat Leandro heeft gehad, dat vind ik eigenlijk uh, bewonderswaardig. Um, je gaat eigenlijk uitgeleend worden, omdat je, je, je maakt niet genoeg speelminuten maakt. Maar om dan terug te komen en, en zo belangrijk te zijn voor Genk, kapitein worden en dan door de grote poort naar buiten gaan. Dat is wel, wel heel een... uitzonderlijk wat hij gedaan ja, heeft. Want het is ook, ja, want bij hem is het Lommel geweest. Tweede klasse. OSL geweest. Ja, en meerdere, geweest. Ik ja. denk die drie clubs. Ja. Ja. Dat is echt gek. Ja. Dat is echt gek. En nu, ja, hopelijk voor hem kampioen. Maar we zullen nog zien. Uh, in de zomer van 2017 komt Clement bij hmm. Hoe was uw eerste indruk van Clement? Uh, sowieso een goede trainer. Um, hij deed mij veel denken aan, aan Emilio Ferreira, die ik ook heb gehad. Ik denk dat dat misschien een beetje... Het predom is wat ook in Clermont in zat uh, toen hij daar T2 was. Uh, veel woordjes die terugkwamen, veel spelervattingen en, en dingen die, die ik toen bij Emilio ook had uh, gezien. Dus ik was eigenlijk redelijk rap mee in, in dat verhaal van wat, wat hij verwacht van de spelers. Uh, dus het eerste moment was, was sowieso positief. Ik vind het ook... Uh, ik ga nu ook nog altijd zeggen dat ik een enorm goede trainer vind. Maar je mocht wel niet zoveel spelen dat jaar, hè? Nee, klopt. Die, die speelminuten zijn toen enorm ai, te weinig naar mijn goesting uh, geweest. En daardoor was ik ook. Uh, ai, heb ik niet echt getwijfeld om aan om het einde van het seizoen te vertrekken. Is het, ja, het is ook wat Pozuelo, gewoon, denk ik. Hè? Het hangt er vanaf ja, naar welke gaan Het is om van diepe pozuelo op de bank te zitten. Pozuelo, oké, okay, maar ze, er is in Gink. Koopt ook wel veel spelers. Hè? Dat is deel van uw model. Ve een paar jonge buitenlandse spelers. Die, ja, die ze dan toch willen testen. Zeker in het begin van het seizoen. Ik denk dat jaar komt Ingvartsen. Die halen ze voor een paar miljoen. Ja, die gaan ze sowieso testen. En dan zit Ah, maar Sieben is hier ook nog. Ja, die, die kennen we al. Dus het is geen erg. Als Ingvartsen afvalt, faalt, brengen we dan achteraf wel Sieben. Maar daartussen zijn die matchen misschien wel weg. Ze kopen, ze kopen wel veel, vind ik, Racing Genk. Ja, daar kan ik u ergens wel in volgen, maar het grootste probleem was gewoon van het, van het systeem van uh, Albert Stuygenberg. Was dat, waar ik wel gewoon met potzuelo samen speel. Uh, is Clamor gekomen, het systeem veranderd en dan was het of potzuelo of Siebe. En dan is het wel een, een, ja, een moeilijke opdracht voor mij geweest. En hoe veranderde dat dan in, in bezetting? Uh, we speelden met Stuygenberg heel vaak met een ruidend middenveld. En, met en dan Clamon. speelde potzuelo in een van de twee. Achter u, Dan heb je vier middenvelders en dan maar drie. Ja, ja. ja, ja. Klopt. En okay, dan ja. met echte buitenspelers. En dat was niet mijn beste positie. Nee, dat heeft Wesley Sonko ooit moeten doen bij Ajax. Een positie helemaal veranderen om rechts buiten dan toch in de ploeg te geraken. En ja, als je dat niet bent, dan lijkt me dat een van de moeilijkste posities om ineens te gaan zeggen: jij wordt rechts of links buiten. Ja, absoluut. Ja, Ivan Leko. Goed, je heeft de reddingsboeien, hoe moet ik het zeggen? Want die wou je wel heel graag. Hè? Ja, en dat heb ik ook gemerkt in ons, in ons eerste gesprek. Uh, ik heb op dat moment met en Hein van Azenbroek en met Ivan Leko gebabbeld. En allebei waren enorm verschillend. Uh, ik zat met mijn rug naar de deur toen hij binnenkwam, en opeens knuffelt hij mij langs achter en, en hij, hij zegt in mijn oor: van, uh, Ah, my new number 10. <laughs> dus dat was wel een... een slimme zet. Een, 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 een leuk gevoel. En ik merkte ook gewoon dat hij, dat hij mij heel graag wou. En daardoor dat, hij, dat ik die keuze ook heb gemaakt. Dat heeft wel indruk gemaakt dan. Het feit dat je het nog zo weet. Ja, sowieso. Het was in het kasteel van, van Bart Verhagen. Dus dat had ook wel een beetje indruk op mij gemaakt. En dan uh, ook gewoon de manier uh, van... Uh, hoe hij mij toesprak was eigenlijk weinig over tactisch. Het was gewoon van... Ik zie dit en ik zie dat en ik wil... Ik wil jullie op die positie. En, en dat was een, een beetje een ander verhaal als, uh, als bij Hein van Azenbroek. Hm. Want, uh, ja, Het is wel een serieuze transfer, hè? Ja, van als bank zit erbij, bij Genk naar de kampioen. Ja, maar als Anderlicht enkele bruggen nu komen halen, dan moet toch een, een zotte keuze zijn ook. Maar je mag niet zeggen dat Hein van Azenbroek je dan ontving in een frituur of zo. Dat zou toch ook wel zijn best hebben gedaan om, <laughs> om je nee, te zeker, imponeren. Zeker, zeker een vast. Maar ik had gewoon een, een ander. Uh, hij had ook fantastisch goed gedaan. Hè. Ik ben eerst naar Anderlecht gegaan, waardoor ik daarna ook zei van zeer interessant. En daarna naar Club Brugge, dat ik zei van iets interessanter. Dus het, was, het lag ook natuurlijk heel, heel kort bij elkaar. En misschien had het er ook mee te maken dat Brugge juist de kampioen is geworden. Ivan Lekker wordt dan wel na enkele maanden in dat seizoen genoemd in proper handen. En dat hij zelfs s'nachts in de cel is gebleven en zo. Hoe was dat dan voor jullie? Wie deed die trainingen en zo dan? Uh, ik denk dat uh, dat Rudy was. Maar uh. er moet toch uh, veel commotie zijn op de club zelf? Om, om ja, het was wel verschrikkelijk, maar de... ik denk niet dat dat heel lang geduurd heeft. Ik denk dat hij één of twee dagen er niet bij was en dat hij ook gewoon naar ons gecommuniceerd was. Ja, we zagen het natuurlijk ook in het nieuws waar dat hij op dat moment zat. Uh, maar ja, heeft dat, dat heeft wel een indruk op ons nagelaten. Maar de, we hebben gewoon doorgewerkt zoals, zoals we daarvoor deden. Hm. Het is wel heel opvallend, uh, de passage van Leko bij Club Brugge. Kree, uh, Hij is bijzonder geliefd nog wel, altijd. Hè. Dat is het. Ja. Uh, die, die, die man heeft daar als sportief toch een bepaalde indruk nagelaten. Ja, aanvallend voetbal, uh, ja, swingend. Ja, nee, veel positiewissels, uh, veel, veel voor de goal spelen. Ja, klopt. Ik denk dat we toen altijd in een 3-5-2 speelden. We hadden ook de perfecte spelers om dat systeem te spelen. Met uh, Diatta en Dennis, die meer aan aanvallen dachten dan aan het verdedigen, wat, wat bij Bruggen wel kan. Uh, Wesley, en je twaalf goals gemaakt uh, dat seizoen. Ja, klopt. Twaalf. Dat was... Uh, ja, ik heb me geamuseerd dat seizoen rondom Wesley. Zwerven, dat was, uh, dat was voor mij fantastisch. Die, 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 Twee, drie verdedigers hield hij aan, uh, aan de praten en dan, dan liep ik er wel rond. En dat was gewoon ook een, een heel goed jaar waar we, waar we eigenlijk net de titel van, van Genk verliezen. Maar wordt misschien een beetje onderschat eigenlijk, die Wesley. Ja, dat is, die, die, die heeft het niet kunnen waarmaken. Mede door zijn lichaam. Ja, hij heeft een uh, verschrikkelijke uh, blessure blessures gehad. Uh, was wel een speciaal figuur ook. Hè. Was dat niet een beetje een enigma? Kon je daarmee praten met die Wesley? Ja, ik kon er wel heel goed mee opschieten, maar dat is natuurlijk ook omdat we op het veld uh, trainen extra en we doen wat competitie daarin. En dan, als je binnen bent, dan, dan ben je nog bezig over... Uh, ik heb gewonnen vandaag tegen u en een beetje uitdagen en dit en dat. Um, het is wel een jongen die, die vooral op zichzelf zat uh, voor de wedstrijden om, om zich zo te concentreren. Maar hij was wel geliefd door iedereen sowieso. Ja, Geen titel, leek overtrekt vertrekt bij Brugge. Clement komt terug. Gek, uh, Carousel. Je gaat weg bij Genk, Genk pakt de titel. Dat coach, uh, Clement, die niet meer veel gebruikte bij Racing Genk, die komt naar Club Brugge. Oh, ja. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, maar wat denkt je dan? Is dat vloeken? Is dat... Ik, uh, ik lag op het strand op dat moment, toen ik, toen ik las uh, dat, dat Clement zou komen. <laughs> ik heb liegen uh, dat ik echt ook niet even gedacht heb van... Shit. Uh, maar dan heb ik ook een gesprek gehad met hem. En ik heb ook gedacht van uh, hij heeft mijn jaar in Brugge nu ook gezien. Misschien gaat hij me gebruiken op die manier zoals, zoals ik afgelopen jaar heb gedaan. Uh, maar wat mij vooral in dat da eerste gesprek opviel, was. Uh, hij zag mij nog hoe ik was toen ik bij hem speelde in Genk. En ik heb hem dat ook laten weten van Koos, ik ben, ben niet meer dezelfde speler. Ik heb weer een jaar uh, extra gehad. Ik heb een goed jaar gehad. Maar dat systeem veranderde weer, Wesley vertrok. Uh, dus het was allemaal een beetje hetzelfde verhaal als daarvoor. Maar hij heeft wel gezegd dat je moest blijven dan. Het is niet dat ja. hij open stond voor... Nee, dat klopt. En ik heb ook nog... Ja, zeker dat eerste jaar onder hem heb ik nog redelijk wat gespeeld. Uh, het tweede jaar was dat weer een stuk minder. Uh, dat is altijd maar minder en minder geworden. Uh, maar zelfs op, in de transferperiode, dat ik, uh, dat ik echt wou vertrekken dan in januari, uh, ben ik bij hem op kantoor moeten gaan en, en heeft hij tegen mij gezegd dat hij liever niet had dat ik, ik ging vertrekken en dat hij mij wel nog ging gebruiken. Want, uh, Speciaal vind ik dat. Ja, oké, okay, maar er zijn heel veel coaches bij topclubs die alle opties gewoon graag in hun kern hebben. Zolang het kan. Dan, ja, ja, zo Mourinho bijvoorbeeld ook, die, die houdt heel veel spelers bij, Van er moesten maar eens twee schorsingen en een blessure komen, dan heb ik toch nog die en die. En... Er zijn heel weinig coaches die gaan zeggen, hey, je bent een goede voetballer, ga maar weg. Nee, yes, zelfs als hij niet veel speelt, kan hij nog van, kan je nog van veel waarde zijn voor een trainer. Hè? Heel het niveau van de groep is omhoog en het moest maar eens gebeuren. Twee zware blessures uh, vooraan. Je hebt hem toch ineens nodig. Daar zijn coaches veel meer mee bezig, denk ik, dan spelers die op de bank zitten en hun kast aan het opfretten zijn en graag willen spelen. Dus dat is niet zo gemakkelijk. Wat ik wel raar vind, is dat Clem dan altijd. Ja, ja oké, okay, nee, dat is misschien niet raar dat hij zijn eigen systeem weer. Helemaal gaat opleggen aan een ploeg die toch wel in een flow zat. In een bepaalde stijgende curve onder Leco. En die toch best heel goed had gedaan waar iedereen tevreden van was. Ja, maar die wel de titel net verloren was. Ja, ja. Is ja, maar goed je het bekijkt. Hè? En dat is misschien ook de, de reden waarom ik op, de, op het eerste seizoen onder Klomo wel nog redelijk veel gespeeld heb. Uh, wisselde hij nog heel veel van, van het systeem. Dus soms speelden we met, met twee spitsen waarvan ik wel één keer. Uh, er, erin stond en dan de wedstrijd daarna speelden we met, met twee flanken, dat ik er niet bij zat. En dat was toen wel redelijk wisselvallig. En ik denk dat het jaar daarna is hij vooral naar die, die 4-3 traineren. Heeft hij beslist. Ja. Maar ook de ontwikkeling van Charlotte de Ketelaar is nadelig geweest voor u. Ja, klopt. Ja. Want uh, Charlotte is, is eigenlijk van een ja, heel korte periode van speler die, die nooit bij ons aan het meetrainen was. Naar vaste, geweest, naar vaste waarde gegaan. En dat, dat was een beetje ook op mijn positie. Uh, alhoewel ik wel meer in Charle uh, zag om, om lager te spelen op dat moment, uh, kwam hij ook altijd in op positie van Aken en, en ik dan nog altijd achter die spits. Uh, maar dat is, dat is redelijk krap veranderd ook. En daar, daar kon je niet tegenop, denk ik. Dat is een jongen van. Van de regio, een groot talent, ook een enorme financiële waarde voor hun. Het ging ook snel heel goed ja. voor hem. Hè? Dus... Ja, ik begrijp dat. Ja. Ja, je kan, niet, kan ook niet iedereen opstellen. Hè? Nee. Speel, jullie spelen ook kampioen het coronajaar, zeg maar. Hoe was dat? Want ik vermoed dat die ontladingen dat het allemaal wel veel minder was. Ja, dat was zeker veel minder. Uh, <laughs> natuurlijk wil je een... Een, een fluitsignaal horen om dan te kunnen beginnen feesten. Uh, wij hebben het. Ja, op, op, op de websites gelezen. Uh, Toen ik berichten begonnen te sturen in die groep van oké, okay, we zijn het geworden. Uh, dan is er wel een feestje georganiseerd, uh, maar ook heel klein, natuurlijk. Met, met die coronaregels. Dus het was niet hetzelfde gevoel als een, als een echte titel. Nee. Was dat dat feestje dat Clinton Matta zo DJ was? En zo? Dat op club uh, op het. Uh, dat was dezelfde de dag. Daar. We hebben daar een ganse dag van gemaakt. Hij uh, is even in de, in de trainingshal. C-DJ moeten zijn, maar dat fish heeft wel nog een beetje langer geduurd. Mooi. Ik heb nog een paar kijkersvragen. Wel een paar oh, leuke goed. tussen. Uh, Mathis, Official, ik ken hem niet, maar wat is uw favoriete café in Leuven? Goeie vraag. Ja. Er ah. zijn er heel veel. Dus ja. um, is de Caramel er nog? De, ja, de Plaza. Plaza. Ik ken er wel een paar. Uh, uh, ik ga... boel. Bardo zeggen. <laughs> Bardo? Ja, ik ken Bardo? de eigenaar daar een beetje. En uh, we gaan daar regelmatig... we gaan niet vaak. Maar als we gaan met, met de club, <laughs> zitten we wel daar. Waar is dat? Uh, dat, dat is ook op de oude markt. Ja, dat ja. is gewoon ah, aan de markt. Okay. Ja, een beetje aan de overkant van de Karma. Ja. Ik er ruim gerekend. Uh, Rob Sommer, wat is de mooiste goal uit uw carrière? Uh, dan denk ik die waar ik mijn mijn trofee mee gewonnen heb uh, met Brugge thuis tegen tegen Antwerpen, uh, een beetje vergelijkbaar met mijn eerste doelpunt voor voor Waasland-Beveren, maar ik denk dat die ja. nog iets moeilijker was. Niet normaal, echt waar. Die goal tegen tegen Bolat. Beschrijf mis voor de mensen die in de uitzendlaat. Ja, dus er komt een bal over de verdediging, een lobbal. Uh, Bolat komt wat uit, uh, Siebel op tussen verdediger en Bolat, en ja, de bal valt eigenlijk over zijn schouder heen en hij pakt hem. Hij doet iets heel raars met zijn voet. Hij pakt hem meteen, zonder dat de bal botst, ergens tussen de voorvoet en de wreef, denk ik. En die, die bal die maakt een curve over Bolat en gaat de paal binnen aan de verste hoek. Dus het is, het, is, het is een heel, heel technisch gezien een heel moeilijke bal. Ik denk niet dat het ik leek ik heel gecontroleerd ook. Ja, heel beredeneerd. Een soort touch of genius. Ik vond het schiet, echt een schitterende goal. Echt wauw. Wow. Hm. Uh, Nicky vraagt: keer je ooit terug naar KRCP? Uh, boah, dat, is, dat is heel vroeg. Om Alles te wat je hier zegt, moet je doen. Ja, als in steen gegraveerd. Uh, ik, ik ben af en toe nog wel eens een wedstrijd gaan kijken. Nu, als voetballer, weet ik niet. Dat moet ik op dat moment zien. Een uh, match gaan kijken van Peer? Eigenlijk, eigenlijk zeg je nee. Uh, ja, waarom niet? Bij uh, Menes heeft er ook heel lang gevoetbald. Uh, na zijn carrière. Is ook inwoner van, uh, van Peer. Um, Welk niveau is dat? Uh, tweede of eerste provinciaal. Oh ja, oei, dan moet je nog fit zijn. Ja. Helemaal ja. De best, uh, was een Ja, open. eerste provincie. Ik denk dat het wel zal lukken, nee. Ja, ik weet dat niet. Als je op je veertig als ex-eerste klasser in eerste provincie al moet gaan shotten, ik denk dat dat niet altijd voor te lachen is. Iedereen wil dan op je Achillesbezen trappen. Dan, dan niet. Is dan niet. Goed, Sibbe, bedankt voor het komen. Met veel plezier. Ja, veel succes nog zondag. Okay. Niet te veel, alleen de match zelf wel, maar ik hoop toch de andere richting van Mechelen wint. Evert, we gaan dat regelen ook. Hè? Uh, kijk, als er nog één ding mag gebeuren, is toch wel dat wij op ander licht winnen en dat kan Sieme alsnog naar de play-offs. Dat okay. zou toch mooi zijn. En dan verliest jij de beker. Dan hebben we een idee. <laughs> Evert, alleszins, jij ook bedankt. En aan de kijkers en de luisteraars, tot volgende week. Bye.